Yo, wat op mensen, mijn naam is Thijs en Tommy en leuk dat jij kijkt naar deze nieuwe video op dit YouTube kanaal. Wat? Wat? Een paar deco items voor Tommy, groetjes die mees. Dude, ik was hier net online gekomen in mijn basement. En ik heb dit niet eens gezien. Wat kan ik die dragen? Level 50. Welk level ben ik? 48, bijna. Weapon stand. What? Mage. Torch. Oh my god. Hey Tommy, bedankt voor alle video's die je maakt. Ga zo door. Hierbij geef ik je wat de coole decoratie items en een vet armor setje. De Mage custom box bevat ook wat coole items. Hopelijk kun je die deco items gebruiken voor je huis en aanbrengen. Succes nog groetjes die mees. Succes. Zijn ik nu echt succes? Wat ben ik voor een klein kind? Maar dat was per ongeluk ook. Mage jongen, shout out naar jou. Heel erg bedankt. Check ook allemaal zijn kanaal. Ik zal zijn kanaal even lekker in de comments neerzetten of in de beschrijving. Ga die zeker bekijken. Maar ja, Mees, heel erg bedankt man. Heel erg bedankt. Zullen we eens kijken wat in die kist zit? Hoe werkt dit? Right click to open. What? Mage hat, mega mage staff, mage backpack. Wat is dit? Kijk dit. Hoezo? Hoe doe je dit aan? Hoe doe je dit op? Hoe werkt dit? Ik weet niet hoe dit soort dingen werken. Ah. Ik weet niet hoe dit werkt. Oh, ik heb het denk ik al gevonden. Je hebt hier automatisch een boek. Die kun je niet uit je inventory halen. Cosmetics. Helmet. Chest. Legs. Feet. Of hand. Oh ja, kijk mijn magehoed. Ah. Kijk dit. Ah, what the fuck. Kijk dit dan, kijk. Ik heb een rugzak, een mage rugzak met allemaal potions. Lol, dit is echt grappig. Kijk dit. Ik vind die mage, kijk die hoed. Wat is dit, wat is deze hoed? Hallo, ik ben een mage, ja. Ik kom je al betoveren. Waarom klinkt als dovensmeert? Oké, okay, ik vind die hoed iets te groot, maar ik ga hem wel ergens wegleggen. Die hoed, jongen, wat de hel? Kan ik hem gewoon disablen? En nu? Oh, nu zit hij wel daar in mijn inventory. Oh, die rugzak is wel grappig. Rugzak. Wauw, maar super lief, Mees. Heel erg bedankt. Kijk, die staf ook. Maar de staf kan verder niks. Het is gewoon, ik dacht het is misschien een wapen of zo. Zullen we ook eens iemand aanvallen, kijken of het speciaal is of zo? Ja, en dit kan ik nog niet dragen, maar wel vette decoratie. Oh, die kun je op de grond zetten. Ik dacht dat is iets. Wow. Oh mijn god, jongens. Insane. Ik ben zo hard bezig geweest aan het huis. Hier staat ook in één keer een toren. Maar kom eens mee naar de basement. Weet je, ik heb gisteren tot 3 uur 's nachts of zo gezeten. Heb ik deze kelder gemaakt. Er was ineens, hoorde ik een poes buiten. Dus ik heb die poes geclaimd. En die rende ook in één keer weg. Ik had hem geclaimd en 2 seconden dan rende die weg. Ik was van, dude, ik zag net hartjes. En uiteindelijk kwam die weer terug. En nu heb ik hem in mijn basement neergezet. Maar ik ben hier dan opslag gaan plaatsen. Je ziet wat schappen. En hier komt mijn eigen privé dungeon. Dus deze past hier ideaal. Trouwens. Maar kun je dit niet aan een muur hangen of zo? Een of andere manier lijkt me veel leuker. Kijk, als ik dat nou zo doe of zo. Nu lijkt het alsof hij aan de muur hangt of niet? Geen idee. Het lijkt toch zo of niet? Volgens mij lijkt het wel zo, toch? Alsof hij aan de muur hangt. Maar dit is letterlijk. Ik wou hier letterlijk een dungeon gaan maken. En ja, hier staat mijn opslag. Hier komt dan iets met een boekje en zo. Hier kan ik misschien die weapon stand wel neerzetten. Sick, man. Ik heb ook meteen gewoon dingen die ik hier goed kan plaatsen. We nemen het wel eventjes mee voor de zekerheid. Echt heel insane. Maar ik kan dit nog niet dragen, of wel? Nee, level 75. Hoezo staat hij 50? Hier staat level 50 en hier staat level 75 to wear. Ik kan het ook niet dragen, nee. Oh, sick. Oké, okay, nou, hier staat hij niet goed. Maar ja, dus hebben we dus allemaal van die custom dingen hierin en zo. Dus dat is wel heel sick. Hier kan hij wel staan. Zie je, hier staat hij heel mooi. Dus even kijken. Ja, we zetten die kist wel vast hier neer. Eigenlijk moet hier andere kist komen. Maar we zetten hem hier even neer, zo. La la la. Kijk, die toortjes, decoration face, super vet. Echt insane. Maar ik ga even naar de spawn, want mij werd gevraagd om even naar de spawn te komen. Dus dan doen we dat toch even. Even naar de spawn. Maar Mees, super bedankt. Super bedankt. Kan ik die lokken? We gaan even naar de spawn. Gaan we even kijken, ja? Dat was veel gebouwd werk, heb ik begrepen. Ik ga kijken of dit werkt. Doet dit veel damage of niet? Ik weet niet of dit sterk is. Hey, hallo! Hallo, boeman! Stoppen nou!
Die baby's zijn zo ontiegelijk snel. Dat is gewoon niet leuk. Dat is gewoon niet leuk. Maar hoe werkt dit, die staf? Normaal zou je toch zeggen met rechte muisknop dat je iets kan schieten of zo. Het is een staf, dus dan moet je toch iets kunnen schieten. Zo, pew, 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 pew. Loop ik nou verkeerd? Is de muur verplaatst of ligt er aan mij? Nee. Het leek net alsof de muur verplaatst is, maar er zijn gewoon heel veel bomen weggehaald. Nein! Niet doen! Geen ze weg. De poort is verwijderd. Dude, waarom is de poort verwijderd? Maar er is veel gebouwd op Spaan. Oké. Ik zie wel heel veel huizen zijn weg. Wat is er allemaal gebouwd op Spaan? Zo, allemaal palen en dingen. Oké. Maar mensen zijn hier iets aan het bouwen, inderdaad. Maar ik zie vooral veel palen. Ik zie niet echt nieuwe huizen en dingen. Ja, dit hebben we dan. Dit is super chill. Kijk, hier kan ik gebruik van maken. Private waystones. We hebben haast pas haast. Oh mijn god, zijn het nog de teleports van het oude kingdom? Is dit serieus nog het oude teleport van het oude kingdom? Weet je dat? Ah, kijk, dit is nog het oude kingdom, het oude. Misschien kan ik hier nog spullen ophalen, jongens. Misschien kan ik hier nog spullen ophalen. Insane. Nee, omdat ik niet meer in het kingdom zit, kan ik het niet openen. Oh mijn god, nee. Ik kan mijn spullen niet pakken. Jammer, jammer, jammer. Ik kan mijn oude spullen niet ophalen. Oké. Ik moet inbreken in mijn eigen ding. Maar hier staan allemaal kisten, jongen. Met allemaal mijn spullen staan daarin. Nou, jammer. Ik heb het geprobeerd. Ze zijn niet hard bezig. Ze zijn niet goed bezig. Dus dat is goed om te zien. Ik ga weer terug naar mijn base. Even kijken, hoe kom ik hier eruit? Wel jammer dat ze me buiten sluiten. Dat vind ik wel jammer, hoor. Oké, dan gaan we nu naar datgene waar ik weer bezig ben. Ja, hier heb ik al iets gebouwd van het huis. Hier heb ik iets gebouwd. Trouwens, over de kelder. Eén moment. Ik heb dus te horen gekregen van de owner dat automatische, of niet van de owner, van iemand anders, dat automatische farms helemaal niet mogen. Dus dit is zwaar illegaal. En dit is ook zwaar illegaal. Maar uiteindelijk is er een muur gezegd dat ik deze wel mag houden. Maar ja, ik ga er geen nieuwe meer maken. En dit is mijn potato farm. Lekker wel. Kijk eens aan. Heb ik geen carrots en beetroots erin? Ik moet er echt fixen. Carrots en beetroots. Maar ze zijn lekker bezig, weet je. Ze gaan hard. Foodproblemen is een beetje opgelost. Hier komt dan een nieuw huis voor de villagers om te bedienen. En uiteindelijk kunnen we er wel gebruik maken van villagers. Ja, de dingen die ze verkopen. Laat ik jullie nog snel eventjes de laatste updates zien. De updates zien aan het huis. Een hele dikke vette toren. Hij is nog niet helemaal af. Moet gedecoreerd worden. Er moeten nog ramen in. Van binnen is hij nog niet ingericht. Ik heb gisteren heel lang gestruggeld met de inrichting. En ja, hier is dus niet meer de automatic furnace. Is weggehaald. We hebben nu een kelder. Ja, we hebben hier de mooie armor stand nu. En hier was ik bezig. Hier komt de kleine dungeon in gevangenis dan. Wat er toch een grote toren is. Dus dan vind ik ook dat er wel een gevangenis in moet zitten. Maar voor de rest is nog niet echt iets nieuws. Alles staat hier een beetje stom en zo. Ik moet nog een beetje kijken hoe en wat, hoe ik het precies moet gaan doen. Maar, wat ik vandaag wil gaan doen, kijk, ik heb wel alles gesorteerd. Nou, niet helemaal ziek meer, oeps. Wat ik vandaag wil gaan doen, is een windmill bouwen, of tenminste, een begin eraan, aangezien we toch een kwartier kwijt zijn nu, denk ik. Eens even kijken, wat heb ik nodig? Ja, vooral we beginnen met dat cobblestone. We hebben hier wat van nodig. We pakken gewoon van alles wat. Ik zie jullie zo terug, ja? Yes, ik heb het een en ander meegenomen. Ophouden nou, het is zeker weer nacht. We gaan naar de plek van de windmill, en dat is hier, als het goed is. De windmill. Ik vind wel leuk die staf, maar het is echt alleen een cosmetic. Wegwezen. Nou ja, wegwezen. Hier komt dan de watermill. Ik zeg steeds windmill, omdat het aan en nou, dat is toch gewenning of zo. Het zit hier al in het water. Oh, nog een poesje. Nee, nog een poesje. Ik ga het poesje bevrijden, mensen. Tweede keer dat ik een pet hier zie. Normaal zie je geen pets. Ja, poesje, freedom. Springt ze weer erin. Wat een achterlijk beest. Hier komt uiteindelijk dan weer een brug. Gekke schaduw van die luchtballon hier. Maar, oké. Hoe gaan we het doen? Eigenlijk is het riviertje iets te smal. Het moet eigenlijk ietsje breder zijn. Dus dat moet ik even verzinnen hoe en wat. We moeten eigenlijk de rivier gaan uitbreiden. Dus ja, dat kunnen we wel even doen. Hè? Dus dan doen we hier de molen bouwen. De watermill. Watermill, de watermill. Dan moeten we even gaan bepalen waar het wiel komt. Het is een best grote wiel. Even kijken. 7 brede lengte. Dus ik denk. Nou, ik denk dat het wiel hier komt. Zullen we eerst het wiel maken en dan de rest of niet? Ik weet het niet. Ik moet even kijken hoe hoog, hoe laag. Dat is best wel ingewikkeld, bro. Oké, laat het wiel gaan maken.
A few inches later. Yes, nou het wiel is af en dan gaan we beginnen aan de base van het ratje. Het base van het ratje, la 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 la. Waarom? I don't know. Het is een beetje lastig inschatten, man. Een beetje lastig inschatten. Ik ga mijn best doen. Get the idea. Voor de mensen die het trouwens afvragen, ik heb fly vanwege dat ik architect ben. Dus ja, blijkbaar architecten mogen hier fly gebruiken. Een beetje OP. Maar als het volgens de regel is, vind ik het prima toch. Ik wil eigenlijk alleen het stenen gedeelte bouwen. Maar nu hebben we dus ook al een beetje de schuur gemaakt waar eigenlijk de zaag in zal zitten, zeg maar. Want je hebt meestal of bijvoorbeeld een watermolen die voert zo'n graan, zo'n steen aan die graan maalt. Maar... Het kan ook soms zijn dat hij een zaag in beweging brengt. En dat is met deze windmolen het geval. Ja, ja, toch een iets andere windmolen, hè. Windmolen, ik zeg steeds windmolen, I don't know, sorry man. Deze zombie denkt mij in mijn rug aan te kunnen vallen. Wat denkt deze zombie dan wel? Kijk, hier is een beetje het platform. Jongens, hou nou eens op, ik ben niet bezig met de video, jongen. Oké, maar hier komt dus... is het platform. Komt niet, hij is hier al. Ik ben nog een beetje random aan het maken, jongens. Komt goed, komt goed. En ja, hier komt dus... ja, dat precies, heb ik al verteld, 3 keer. Ja, ja, heel goed. Maar we gaan het verder maken in de volgende video. In de volgende video. En hij ziet er al heel mooi uit, echt vet al. Wordt ook super leuk. En uiteindelijk zit hij in houtzagerij. Dus uiteindelijk heb jij... wil jij je hout graag zagen, dan kun je mijn molen wel lenen. Als je tenminste fatsoenlijk ermee omgaat natuurlijk. Niet dat de wiel afbreekt of zo. Dat je die zaag vet snel laat gaan. Hé, jawel. Oké. Okay. Maar dames en heren, ik zie jullie graag terug bij een volgende video. Ik wil jullie graag bedanken voor het kijken. En ja, tot snel. Laten we hopen dat we volgende keer de watermolen kunnen afmaken. Dat zou heel leuk zijn. Bedankt voor het kijken. Tot snel bij een nieuwe video. Doei, doei.